Voorzitter, ik ben het helemaal niet eens met de regering wanneer zij Marowijnen niet genoeg ondersteunen. We hebben de vicepresident die uit Marowijnen is. We hebben de voorzitter van DNA uit Marowijnen. Ik heb mijn lieve zus Jordan ook uit Marowijnen. Ik ben van Marowijnen. Meneer Afian Koy, u heeft uw roots ook uit Marowijnen. Hoe kan het dat Marowijnen zo stiefmoederlijk wordt behandeld? Voorzitter, ik vraag extra aandacht hoor, voorzitter. Wanneer hier gesteld wordt dat Marowijnen stiefmoederlijk wordt behandeld, dan zeg ik dat het niet klopt. Als ik kijk vanaf entree van deze regering, hebben we vanaf Stolkenseifer tot vanaf Stolkenseifer helemaal tot Perika is er elektriciteit geplaatst. Vanaf Mungo tot en met Albina is er elektriciteit geplaatst. Er is zelf een heel grote campus gebouwd voor Marowijnen waar al die kinderen kunnen gaan. Terwijl de vorige regering om bord had te slagen. Kijk maar in het bos, helemaal in het, alles in het bos op. Maar de voorzitter, ik wil alleen maar hier stressen dat men de gemeenschap niet moest misleiden. Daarom kan ik niet lang wachten om te zeggen dat het niet waar is. De regering doet zijn best. We hebben heel veel gedaan voor maar. Als je kijkt naar waterleiding, we hebben vanaf Mungo tot Albina kunnen de mensen langs de weg schoon drinkwater hebben. Wat moet de regering nog doen? We zijn nog niet waar we wezen moeten. Maar het kan niet zo zijn dat de regering Marowijnen onstiefmoedig. Terwijl ik ben van Marowijnen. Ja. Hoe zou dat kunnen? Kijk maar naar de weg naar Rikanaumo voor. Je ziet helemaal geasfalteerd. We kijken vanaf Mungo tot Ofiaolo. Is er elektriciteit? Er is waterleiding geplaatst. Ik weet niet wat we nog moeten doen in Marowijnen. Natuurlijk zijn er kleinere dingen die we nog moeten regelen, maar de basisdingen die geregeld moeten zijn, zijn in place. Dank u wel. Punt van orde, wordt het ondersteund, wet Parmesser. Voorzitter, ik denk dat de vicepresident zich beter moet laten informeren. Al die projecten die hij genomen heeft, misschien eentje minder, komen van de vorige regering. En leden mag leden. Voorzitter, mag het lid de ruimte? Voorzitter, iets aan. Ja. U weet dat ik minister van OW ben geweest, directeur van EBS en noem maar op. Al die projecten, wanneer zijn ze ingediend? Okay. Want de implementatie neemt wat tijd in beslag. De hele elektriciteit is bij EBS opgezet. Met de hulp van de Fransen. De Fransen hebben dat gefinancierd. Verder, voorzitter, kijkt u zelf de school. Het schoolgebouw daar. We hebben geld van Para genomen om daar te zetten. En wie had het ingediend? Voorzitter, ik begrijp niet dat geschreeuw van de andere kant. De waarheid moet gezegd worden, voorzitter. Navisti Prodo. Voor jou, VP. Dat is die prodo. Want wij hadden al die projecten. Komt u met nieuwe projecten? Komt u met nieuwe projecten? Door u zelf bedacht en gefinancierd. Komt u daarmee met de lijst? Voorzitter, het volk is de leugens van deze regering ook al zat. En maakt het zich op om binnen niet al te lange tijd een waardig oordeel te vellen. Op 25 mei 2025. Het lid Zang heeft gesteld dat dit land een wasie nodig heeft. Die oordeel ben ik ook mee. Ik ben het ook toegedaan, lid Zang, via u voorzitter.
En daarom zal ik vanuit deze plaats de allerhoogste God smeken om ons land te redden uit de strik van deze Satan. Ik spreek uit dat ons Nee. Dat, we gaan parlementair blijven. Ik kijk nu naar Satan. Je voelt je aangesproken? Oké. Voorzitter, ik snap niet wat er fout is aan het woord Satan. Geloven we in God? Dat is Satan de Mike rust in de zaal, leden. Ik denk niet dat het woord Let Satan Mike rust in de zaal. Verkeerd is. Voorzitter, ik blijf erbij. Er is niks mis mee. Er is niks mis mee. Ik geloof in God en velen van ons hier. Want als we niet durven op te komen in de naam van de Allerhoogste God en ons daarvoor schamen, dan gaat hij zich ook voor ons schamen, dat weten we. Dan wil ik u vragen om dan niet te gaan naar de kerken om propaganda te maken straks. Want daar bidt men voor u. Daar bidt men voor mij. Daar bidt men voor het land Suriname. En dus dit is ook een wens van die gemeenschap. Dat de Heere de Almachtige Suriname zal bevrijden. Lid Sampi. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter. Ik wil een... Nee, die vergadering gaat nooit ontaarden. Zij die zich niet houdt aan de regels van de vergadering, ga ik eruit zetten. Ja? Goed. Lid Sampi. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter. Ik wil een beroep doen aan de overkant, voorzitter, wanneer zij de beurt krijgen om iemand aan te kondigen, om het woord te voeren, moeten ze erop letten dat ze een lid aankondigen die zinnige dingen in staat is om zinnige dingen naar voren te brengen. Leden, maar om, leden. Om je... U zegt aan uw bijdrage, bespreek anderen niet, doe niet wat anderen niet goed doet. Goed. Lid Sampi. We hebben een lid daar die niet eens weet dat er een dorp in Suriname is genaamd Solang. Om te zien dat je je land niet kent en alleen maar in Galibi blijft en niet rondreist in Marowijnen om te zien wat de regering allemaal heeft gedaan voor Marowijnen. Dus, wanneer jullie weer mensen aankondigen, proberen jullie mensen aan te kondigen die in naam van de Almachtige zinnige dingen in staat is om zinnige dingen te zeggen. Dank u wel. Even. Leden, ik ga verder het geschreeuw in de zaal niet accepteren. Ik wil met jullie allemaal vergaderen, maar dat ga ik niet verder accepteren. Ja? Ik denk dat ik nu duidelijk ben. Goed. Lid Vreedzaam, nog één keer zet ik u eruit. Ja? Nog één keer zet ik u eruit. Goed. Er is niks mis met de orde. Er is nu een interruptieronde. Lid Jordan. Ja, bedankt voorzitter voor de gelegenheid geboden. Voorzitter, ik zou niet te reageren, voorzitter, want de inhoud van de speech van het geachte lid was niet van die aard dat ik mijn reactie zou geven. Maar ik heb mijn naam gehoord en het lid vraagt wat de regering gedaan heeft voor Marowijnen. En ik zit hier namens Marowijnen en ik ben in staat om aan te geven, het geachte lid aan te geven, wat de regering de afgelopen periode allemaal heeft gerealiseerd in Marowijnen. Hetgeen lid Sampi naar voren haalt, dat ik hier onzinnigheid uitkrijg en dat ik niet hier moet komen praten met de geloof. Voorzitter. Het lid Sampi is de laatste die hier zijn mond moet openmaken. Weet u waarom?
Wanneer je nauwelijks hier in het parlement zit en je begint al gronden voor jezelf aan te vragen. En je begint jezelf gronden toe te laten kennen. We zijn het niet vergeten. Dus ik ga op het overige wat je hebt aangehaald, voorzitter, via u. Laat me dat via u stellen. Het overige wat het lid heeft aangehaald. Het is voor mij ook allemaal onzinnig, dus ik ga daarop niet in. Maar we zijn niet vergeten dat je voor jezelf bent begonnen te zoeken naar gronden en je bent je volk vergeten. Ten tweede, dat is één, hè, voorzitter. Ten tweede, wanneer u hier in het parlement zit en u schaamt zich vanwege uw geloofsovertuiging, dan zeg ik één ding. Dadelijk, jongens, ik sting. De kerken wachten ook op u. Het lid Jordan geeft aan dat ik heb aangegeven dat er geen projecten zijn gedaan. Dat heb ik niet gezegd. Daarom zeg ik, u moet goed luisteren. Nederlands spreken en Nederlands praten zijn twee. Nederlands horen en Nederlands luisteren zijn ook twee. Voorzitter, dat weten we. Dat u ook sommige projecten aan het doen bent. Maar het is allemaal goed. Dat is allemaal goed. Maar wat we ook weten, en daarom ga ik verder niet ingaan op wat het lid gezegd heeft, want we mogen niet in een conflict geraken. We weten ook dat wanneer het lid de vraag stelt aan de minister Ross ten aanzien van de 8 miljoen van Pan American, dat het lid ook in een van die huizen woont. We weten dat ook. En daarmee wil ik u bedanken, voorzitter. De overige vragen wat gelijk naar de regering. Echt, wat bereiken we hiermee? Is dit het niveau van het parlement? Maar dat is niet meer goed, voorzitter. Mijn god. Willen we hiermee onze... Ik zou adviseren, echt. Mike Rus, lid Jordan. Je hebt het recht om te reageren, maar ik zou je echt adviseren om het niet te doen. Om niet te doen, ja? Goed. Ja, sommige zaken moeten eventjes van het hart. Maar voorzitter, wat ik wil aangeven is dat ik me wel bedreigd voel. Want nadat ik mijn betoog heb gedaan, dan vang ik hier op dat de vicepresident bepaalde uitlatingen doet en ik wil hem dus vragen met alle respect dat hij dat niet doet, omdat ik hier ben om mijn werk te doen en dat wij mogen zeggen wat wij moeten zeggen in dit huis, want dit is het werk wat goed, wij moeten dank doen. U wel. Dus ik voel me bedreigd wanneer ik bepaalde uitlatingen hoor en dan weet Suriname, als er iets met deze vrouw gebeurt, dan weet men het, maar laat het niet gebeuren. Ik vraag de vicepresident via u dat wij alles laten wat er is gebeurd en dat we heel vrolijk verder gaan. Het was een riem onder het hart dat ik hem wilde steken en niet dat wij hier als vijanden met elkaar omgaan. Dank u wel. En tot in het parlement voelt zij zich bedreigd. Ja? Wat heeft de VP gedaan? Wat heeft de VP gezegd? Eigenlijk wil ik een schorsing daarover, voorzitter, apart. Want het mag niet zo zijn dat je je zaken hier presenteert en niet vrij mag praten. Met de fatsoensnormen in acht genomen. En dan word je bedreigd hier. Dat kunnen we niet hebben, voorzitter. Het is een, wat dat betreft, een zwarte dag voor het parlement. Dat we hier in het parlement, wanneer we onze ideeën, onze zaken uiten, dan wil men elkaar bedreigen. Dat kunnen we niet hebben, voorzitter. Ik ga niks aandoen wanneer iemand zich bedreigd voelt. Maar in ieder geval, deze vicepresident heeft niemand bedreigd. Ik weet niet waar iemand heeft bedreigd. Want iedereen is hier. Ja, misschien die fractieleider daar en het achterlid zelf heeft dat gezegd. Maar laat iemand maar zeggen dat ik iemand heeft bedreigd. Meneer voorzitter, we zijn hier in uw college. En ik vind het niet correct dat zelf hier in uw college een lid zomaar of ik weet het niet. Ongefundeerd, mij wil zeggen, of het totale Surinaamse volk wil zeggen dat de vicepresident een parlementariërs bedreigt. Dat vind ik niet correct, meneer voorzitter. Laat het geachte lid me zeggen op welk moment ik haar heb bedreigd. Laat meneer Parmisser, geachte parmisser,
me zegt op welk moment ik deze lid heeft bedreigd. Iedereen is hier toch? En dit zijn de misleidingen die van deze kant komen, meneer de voorzitter. Dit is een grote misleiding. En mensen die niet weten, meer weten, zou gaan geloven dat het waar is. En dat moeten we uit de wereld helpen. Ik heb niemand bedreigd. We zijn hier, ik weet het niet. Maar in ieder geval, als ze zichzelf bedreigd voelt, ik weet het niet. Ik heb alleen maar gezegd, dat je bij ons ging. Dat heb ik gezegd. En ik weet het niet. Goed. Ik heb alleen maar gezegd, je bent jaloers op die mevrouw. Dat heb ik hier gezegd. Oké, goed. En als ze zich bedreigd voelt, ik weet het niet. Maar wat ik hier wil clearen, ik heb niemand bedreigd. Goed, dank u wel, vicepresident. Ik ga dit afsluiten. Het is niet in de microfoon gezegd. We kunnen het niet verifiëren. Ja, we gaan terug naar de orde. Dank u wel, fractieleider. Wie dan ook, ik ga de ruimte niet meer geven aan niemand. Weliswaar ga ik aangeven. Lid Sabayo, maak rust. Soms wordt de vergadering geleid met een stukje flexibiliteit, maar voor nu is dat niet mogelijk. Dus ik vraag u te houden aan de regels.